Hallo, ik drink een lekker bakkie koffie in de vrije koffie, yes. Het was vannacht de nacht weer van dit jaar dat de klok 1 uur vooruit, wacht zo vooruit is gegaan. En toen dacht ik van, nou, wat is nou eigenlijk het nadeel van dat de klok 1 uur vooruit gaat? Nou, ik kon hem niet vinden, want hij gaat van zaterdag op zondag vooruit. En ik dacht, nou dan blijf ik toch gewoon lekker een uurtje langer liggen. Nou ja, uiteindelijk stond ik pas om 4 uur vanmiddag op. Wat een tijd, niet normaal. Ik moet nog steeds aan mijn dag- en nachtritme werken. Maar los daarvan, je kan gewoon toch lekker lang uitslapen zondag, meestal. Ja, tenzij je toevallig iets hebt op zondag. Maar en maandag, dan heb je het wel, is het al wel weer, ja, dan moet je misschien wel eerder op. Maar dan is het probleem alweer opgelost. Ik bedoel, meestal kan je lichaam daar heel makkelijk tegen. Ik begrijp die mensen nooit die zeggen, ik kan niet tegen als de klok een uur vooruit gaat. Oké, de eerste dag, maar dat is een zondag. Dan kan je toch uitslapen? Ik begrijp het niet. Ja, ik heb er nog nooit last van gehad. Maar goed, mijn ritme is natuurlijk zo fucked up dat het geen reet uitmaakt of het een uur eerder of later is. Dat ben ik natuurlijk. Nou, ik ga nog even aan de koffie. Ik heb ook een heerlijk bakkie havermout. Jee. Dus ik ga lekker verder. Jongens, nog een hele fijne dag. En maak je niet druk, want maandag gaat de wekker gewoon weer om. Wat zal het zijn? 7 o'clock? In the morning? Ciao!